Lieve mensen, precies een jaar geleden presenteerde ik de digitale agenda voor Europa. En vandaag lanceert Nederland als eerste land in Europa een nationale digitale agenda. Jammer dat ik er niet bij kan zijn, maar ik ben blij dat ik met deze videoboodschap u in ieder geval kan feliciteren met dat succes. En ik voeg er nog iets aan toe, een Europese dimensie. Afgelopen jaar heb ik gezien dat veranderingen in Europa door digitalisering vooral nationaal en lokaal gebeuren. Ik ben heel enthousiast over de inzet en de investeringen van Nederland in digitalisering. Nederland is koploper in Europa met deze digitale agenda. En u begrijpt als geen ander de noodzaak tot transitie naar het digitale tijdperk en de uitdagingen waarvoor we staan. Waar zit die uitdaging dan ook in? ICT is een katalysator voor innovatie in het bedrijfsleven. Het biedt kansen voor communicatie, zorgt voor meer efficiëntie en voor meer productiviteit en betere dienstverlening overal in de samenleving. En het gaat er uiteindelijk om dat alle burgers kunnen profiteren van de digitale revolutie. Ik ben blij dat de digitale agenda Nederland uitdagingen benoemt, zoals noodzakelijke investeringen in breedbandige netwerken, een digitale interne markt voor inhoud en diensten en de grote betekenis, openheid en veiligheid voor netwerken en diensten. Ik noem gewoon een paar acties waar ik bijzonder blij mee ben. Voorwaarden scheppen om ondernemers en bedrijven slimmer te laten werken. Zorgen voor de beschikbaarheid van open en snelle infrastructuren. Gebruikers steunen in hun behoefte aan vertrouwen op veilige en betrouwbare infrastructuur en diensten. En zorgen dat Europeanen de nodige vaardigheden hebben. De digitale agenda.nl pakt zaken aan die een cruciale rol spelen in de digitale transitie in heel Europa. Dus niet alleen in Nederland. Wat afgelopen jaar ook op dat terrein duidelijk is geworden, is dat Europa slechts een regio in de wereld is. Op veel terreinen concurreren we met andere grote landen en continenten voor talent, voor platformen, voor standaarden, voor FDI. En ook blijkt dat we de aandacht toenemen van de rol van ICT in de transformatie in ontwikkelingslanden. En daarmee is ICT een belangrijk onderdeel geworden van buitenlandse politiek en van ontwikkelingssamenwerking. Ik hoop zeer dat Nederland de digitale agenda verbindt met bredere Europese ontwikkelingen en daarbij een wereldwijde blik heeft. Ik zei het al, we zijn een jaar bezig met de Europese digitale agenda. Wat hebben we eigenlijk geleerd tot nu toe? Waar staan we? Wel, ten eerste, input vanuit de samenleving is ongelooflijk belangrijk. Zorg dus dat lokale en regionale ideeën een plek krijgen, zowel van burgers als van het midden- en kleinbedrijf. Er zijn al een aantal interessante netwerken ontstaan. Bijvoorbeeld de lokale digitale agenda van de provincie Friesland. Friesland heeft daar zelf al mee gescoord in Europa. En ook hier loopt Nederland voorop. Dank voor die steun. En ten tweede gaat het niet alleen om nieuwe problemen. Nederland is sterk op terrein van vaardigheden en breedband. Bouw daarop voort. Een voorbeeld. Ik vind het heel jammer dat meisjes van school komen met dezelfde ICT-vaardigheden en interesses als jongens, maar nog veel minder vaak kiezen voor een studie en een carrière in ICT. De educatieve basis en de netwerken zijn er. Maar nu de veranderingen. Wat kunnen we eigenlijk anders doen? Ik wil me minder zorgen maken over de hoeveelheid doelen en acties die er zijn. Waar het uiteindelijk over gaat, is dat de agenda daadwerkelijk tot actie leidt. Dat het helpt om je inzet, je ideeën, je investeringen te richten. Doelen zijn slechts een manier om dat te doen. Maar niet het enige teken van succes of falen. En onthoud dat digitale agenda's altijd over veranderingen gaan. De verandering is breder dan ICT en gaat om meer dan technologie. Het gaat bijvoorbeeld ook over efficiëntere overheidsuitgaven, niet onbelangrijk in deze tijd. Over 2 weken publiceren we de eerste Digital Agenda Scoreboard. En dan kunnen we zien hoe Europa het doet na een jaar. Zeker niet alle acties hebben al vrucht afgeworpen.
We monitoren daarom goed waar problemen zijn en waar de groei juist sneller gaat. En ik kan nu al vertellen dat Nederland bij de beste lidstaten hoort. Ik ben daarom trots om met u samen te werken als digitale leider in Europa. En mijn doel is te zorgen dat de Europese Unie een constante bron is van toegevoegde waarde, ook in Nederland. En onze dialoog over de digitale agenda is een uitstekende manier om dat te doen. En ik hoop dan ook dat ik velen van u zal ontmoeten tijdens die eerste digitale agenda assembly op de 16e en 17e juni in Brussel. We verwachten een levendig evenement waarbij vertegenwoordigers uit de EU, uit het maatschappelijke middenveld, ICT-industrie en overheden aanwezig zullen zijn. De conferentie zal ook online worden uitgezonden en op sociale media. Dus ik hoop heel erg dat jullie daar allemaal zijn of te zien zijn, in persoon of in cyberspace.